Goedendag, hartelijk welkom bij de 10 minuten van het online mini-interview van Entertainment Business. Ik ben Ed Hogeveen en vandaag is mijn gast Ineke van Rossum, een van de founders van INI. Het bedrijf dat zichzelf presenteert als de fairtraders in de evenementenbranche. Ineke, van harte welkom. Hoe gaat het met je? Nou, op zich eigenlijk wel goed. We zijn gisteren begonnen met eindelijk weer een keer een project op de vloer. Dus we zijn bezig met uitvoer en dat is daar hebben we allemaal naar verlangd eigenlijk. Dus we lopen hier weer met helmpjes, nu even niet, maar helmpjes en werkschoenen in de grote hal in de jaarbeurs. Ja, mooi, nou, daar gaan we het zo over hebben. Ineke, met jouw opgedane ervaring bij onder meer Arjan van Dijk, de Otter Creators, maar vooral op ZZP-gebied... Ben jij met jouw alles is mogelijk, niks is onmogelijk mentaliteit de specialist op het gebied van productie en projectmanagement bij INI? Jullie creativiteit in coronatijd leidde onder meer tot de afstandhouder. En nu hebben jullie theaterconcept Scala bedacht. Dat is lekker bezig zo, Ineke. Ja, dat klopt. Toen corona ons raakte in maart, toen was het voor iedereen in onze branche natuurlijk geen langzame stilstand, maar het was alsof je tegen een betonnen muur aanreed. En daar moesten we allemaal wel een weekje of wat even van bijkomen. Van wat gebeurt ons hier in godsnaam? En daarna hebben we eigenlijk heel erg gedacht van oké, wat kunnen we doen eigenlijk? We kunnen niks doen. Gebeurt er voor de rest ook niks. Gaan we allemaal breien, puzzelen, wandelen, hè? Zoals heel Nederland deed. Of we gaan toch eens even kijken van ja, wat zouden we wel kunnen doen? En dan met name, wat zouden we wel live kunnen doen? En niet alleen hybride, online, dat soort dingen. Dus toen zijn we samen met een paar goede partners. Want als je zo lang meedraait, dan ken je natuurlijk ook heel veel mensen waar je veel mee hebt gewerkt. Dus zijn we met Gerbe van Vrij Projecten aan tafel gaan zitten. Zo van, oké, we hebben ellende. Wat zullen we doen? Waar we in ieder geval vrolijk van worden. Als we niks doen, verdienen we niks. Als we wel wat doen, verdienen we misschien ook niks, maar misschien ook wel. En we zijn in ieder geval leuk bezig. Dus al brainstormend kwamen we op de afstandhouder. Zo van, nou, dat is wel een hele concrete. Zo van, ik hou afstand, maar ben toch mobiel. En ten tweede kwamen we op het Scala. Het Scala van Milaan. Dat is eigenlijk natuurlijk een van de oudste theaters van Europa, zeker. En dat heeft een heel ingenieus concept eigenlijk. Want je zit in afgesloten loges boven elkaar. Dat heeft twee voordelen. Van A, je zit wel bij elkaar en op elkaar, soort van. En ook voor de artiest, die kijkt niet in een enorme, lege, grote zaal waar af en toe een mens op een stoeltje zit. Maar heeft toch een knusse ervaring en ziet zijn publiek. Ja. En zo is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Hey, want was je al eens een keertje in het Scala Theater geweest in Milaan om ideeën op te doen? Nou ja, toevallig. Ja, ik heb een heel ver verlengde theaterwetenschap gestudeerd. Dus daar ligt altijd wel een link. Dus als ik er op vakantie ben, dan bezoek ik meestal ook ergens wel een theater. En het Scala is natuurlijk, kijk, de bonbonnière vorm, want dat is het eigenlijk, die is natuurlijk niet, die is niet nieuw. Alleen wij voeren hem nu uit als tijdelijke constructie. Met een heleboel stijgermateriaal. En dus dat wordt ons theater. Niet alleen voor avondvoorstellingen, niet alleen voor artiesten, maar juist ook voor de zakelijke markt is het interessant. Hey, jullie zijn theater aan het opbouwen in de jaarbeurs. Ik weet dat nu buiten de jaarbeurs staat ook een soortgelijk theater voor de beachvolleyballen. Lijkt het daarop? Qua principe natuurlijk wel. Zij hebben ook loges bovenop elkaar gebouwd. Alleen wij gaan een klein stukje groter. En wij bouwen hem ook half rond. Dus je krijgt een soort arena. Want we hebben het Scala. En dat omarmt zeg maar een arena. Daar staan ook stoelen uiteraard op 1,5 meter afstand. En het podium staat daar. Dus Het lijkt qua idee, lijkt het erop, alleen wij zijn groter en ronder. Het is meer een theater. En groter, ik bedoel, het Teatro alla Scala in Milaan, dat is een paar lagen boven elkaar, ik geloof een stuk of 7 lagen. Hoe zit dat bij jullie? Ja,
Ja, zo hoog was de jaarbeurs helaas niet, de hal. Maar wij zijn 3 verdiepingen hoog. Dus we komen wel in deze hal, we vullen hem aardig op, de hoogte. 3 verdiepingen hoog en daarvoor hebben we nog 2 lagen, dat noemen wij de arena, zeg maar, die ook op hoogte zitten, maar die zitten niet in een loge. En daarnaast hebben we nog een stuk vlakke vloer waar ook nog stoelen staan. Dus in totaal kunnen wij iets meer dan 1000 man kwijt op 1,5 meter. Ja. Ja, en dan gaat natuurlijk is dan de vraag van hoe veilig is dat gezien COVID? Nee, we hebben het net uiteraard helemaal, is het ook gecheckt en gedaan door, ik noem het de protocol, de COVID-politie. Dus we hebben het wel helemaal laten checken of dat veilig is. En ook natuurlijk de luchtbehandeling in de jaarbeurs is op orde. Bovendien hebben we tussen de loges zijn afgescheiden, maar wel met doorzichtige afscheiding, zodat je elkaar nog wel kunt zien. Dat je niet zo'n opgesloten gevoel hebt, maar zodat de kuchschermen, zeg maar, die zijn voorzien. En beneden is alles op 1,5 meter. Dus we voldoen echt helemaal aan het protocol en daarom mogen we ook los en iedereen blij. Ja, het lijkt me een behoorlijke productie. Je zei zelf al heel veel opbouwen, werkzaamheden. Ja. Dat kun je niet overal doen, neem ik aan. De jaarbeurs is daar geschikt voor, maar ook niet zo geschikt dat je daar verschillende, nog meer lagen op elkaar kunt zetten. Wat zijn de productieeisen voor dit soort grapjes? Kijk, we hebben nu 2 hallen. We hebben hal 7 en 8, daar gooi je normaal gesproken meer dan 10.000 mensen in. En nu bouwen wij dat op voor 1000 mensen. Ook omdat de foyers rondom het Scala, zeker ook voor de zakelijke markt, is dat een belangrijk onderdeel natuurlijk. Je hebt daar meestal niet alleen plenair, maar ook juist het netwerken is een heel belangrijk onderdeel van überhaupt samenkomen. En dat, we wilden dat niet in een kale hal doen. Dus dat wordt allemaal prachtig gedecoreerd. Ook allemaal weer op afstand natuurlijk, met voldoende zitgelegenheid. En we hebben de afstandhouders, die ook natuurlijk daar een rol in spelen. Wat belangrijk is bij deze hal, of de keuze van de hal was, je moet goede toegangswegen hebben, zodat je ook, dat je niet uiteindelijk heel keurig op 1,5 meter zit, maar wel allemaal door een heel klein deurtje moet. Dat is wel van belang natuurlijk. En je moet voldoende hoogte hebben. Deze hallen zijn precies hoog genoeg, zodat we 3 lagen, en dat vonden wij ook eigenlijk hoog genoeg. Kijk, het Scala is een permanente, in Milaan is een permanente constructie, maar wij bouwen natuurlijk gewoon met layer. En dan is 3, als je het ziet staan, denk je van, oh ja, dat is toch best hoog. Kom ik toch weer terug bij mijn vraag, dat kun je in de jaarbeurs doen, maar dat kun je niet overal doen. Waar moet een hal aan voldoen om zoiets te kunnen opbouwen? Buiten beschikbaarheid wel hoogte natuurlijk. Dus hij moet eigenlijk echt minimaal 10 meter zijn. 10 meter hoger, dat is wel fijn. En er moet al een bepaalde infra liggen. Dus stroom, water. Weet je, allemaal dat soort dingen, dat moet er wel zijn. En hij moet natuurlijk wel een hele lange periode ook kunnen. En dat was in dit geval, bij deze hallen was dat ook het geval. En daarnaast had de jaarbeurs, want we... Wij zijn in deze een van de partners van het Scala Theater. We doen dit met alle leveranciers. Wij staan er met alle leveranciers gelijkwaardig in. Dus dat is met de jaarbeurs, dat is met Vrij, dat is met Mertens voor techniek en Coreworks voor de bouw. Dus alle zorgen delen we met elkaar en dadelijk ook alle leuke dingen en alle opbrengsten delen we met elkaar. Dat is ook denk ik heel uniek om op deze manier zo'n project aan te gaan. Ja. Maar hoort die samenwerking binnen de evenementenbranche, zoals jullie dat doen, binnen de nieuwe werkelijkheid? Is dat de realiteit voor de toekomst? Wij werken eigenlijk altijd al wel een klein beetje anders met leveranciers. Wij staan er niet heel hiërarchisch boven. Uiteraard heel vaak in de normale wereld, dan hebben wij een opdracht en ik zoek er leveranciers bij en ik beheer de pot met geld en we gaan iets moois maken voor een opdrachtgever. Nu zijn we eigenlijk met
gesloten portemonneetjes begonnen. Want iedereen heeft het natuurlijk heel zwaar in deze periode, dat mogen duidelijk zijn. En zo'n constructie neerzetten met alles erop en eraan, dat is, als je het om zou moeten zetten in geld, dat is bizar veel geld wat hier dadelijk komt te staan. Als je dat gewoon moet aftikken van tevoren, dat kan helemaal niet. Dus iedereen heeft ook nagedacht van, oké, wat kan ik vanuit mijn bedrijf meenemen en inbrengen? Dus staal neemt staal mee, deco neemt zijn deco mee, zodat we het kunnen zetten en het daarna kan gaan draaien. Is zo'n scalatheater dan slechts een kostdekkend project, om maar vooral een beeld te blijven en aan het werk te blijven, of wordt er ook daadwerkelijk geld verdiend? Nou, dat is uiteraard wel de bedoeling. Maar we hebben wel, we zouden niet gaan bouwen als we niet break-even zouden draaien. En toevallig zijn we begonnen met de bouw. Dus dat betekent dat break-even is gehaald. En dan gaan we ook allemaal verdienen. En het break-even is gehaald. Dat heb ik gezien. Vorige week hebben jullie in week tijd 10.000 kaarten verkocht. Dus die verkoop gaat goed. Hoe staat het daar nu mee? Nou, dan moet... onze partner voor de avond, dat is Senf. Senf, die is natuurlijk een van de grootste theaterimpresariaten van Nederland. En zij hadden gehoord dat wij dit gingen maken en zijn bij ons aangesloten en verzorgen de hele avondprogrammering. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. Vorige week waren het 10.000. Als het goed is, krijgen we vandaag weer de update van wat de stand is van zaken. Maar ook je ziet gewoon dat artiesten en bezoekers gewoon behoefte hebben om ook weer iets leuks te gaan doen. En zeker artiesten die willen gewoon weer gaan spelen. En dit kan je op een fatsoenlijke manier. Dus niet in een half lege, of wat zeg ik, een voor 80% lege theaterzaal iets leuks doen. Maar gewoon een echte theaterzaal die veilig is. Ja. Dus de kaartverkoop gaat hartstikke goed. Ja. Heb jij zicht op die kaartverkoop? Wat loopt bijvoorbeeld heel goed? Welke shows? Suzanne en Freek liep heel goed in ieder geval. Die waren al heel snel uitverkocht ook. Boef is ook heel populair. Zo zijn er echt best wel veel die gestaag naar richting uitverkocht gaan. Nick en Simon volgens mij ook. Dus gaat heel goed. Hey, want jullie gisteren ook... zijn er weer nieuwe namen in de verkoop gegaan. Zoals? Weet je dat? Hij gaat bijvoorbeeld toch nog een show doen. Dus dat is heel bijzonder, want hij had natuurlijk aangekondigd dat hij wat eigenlijk niet meer ging, maar het Scala vindt hij toch nog wel leuk. Okay. Hey, jullie openen op 25 september met André Hazes, de zoon van. Ga je er zelf ook heen? Tuurlijk. Nou ja, kijk, ik ben bang dat ik ook nog wel wat moet doen die dag, dus ik zal er zeker bij zijn en waarschijnlijk ook nog best wel druk. Oké. Okay. Ja. Ineke, gezien de tijd ga ik je de laatste vraag stellen. Hoe somber of positief zie jij de toekomst in van de evenementenbranche en die van INI in het bijzondere binnen de nieuwe werkelijkheid? Nou ja, ik zou willen zeggen, het is de nieuwe tijdelijke werkelijkheid toch wel. En ik denk, de eerste schrik is er even voorbij. En je ziet dat heel veel bedrijven zich ook een beetje settelen in deze situatie. Natuurlijk zijn er hele grote klappen gevallen, moeten mensen, we zijn ontslagen, alles wordt ingekrompen. Dus dat is echt heel heftig wat er gebeurt in onze branche. Ik denk dat we heel even in een hele dikke dip zitten die ik nog nooit heb meegemaakt. En ik doe al 30 jaar bijna mee. Maar daar komen we ook weer uit. We komen er ook uit. En je ziet ook dat er ook weer hele nieuwe initiatieven ontstaan. En samenwerkingsvormen en dus... Er zitten ook een paar positieve randjes aan, maar ik denk, het is duidelijk, we zijn met z'n allen dolblij als we gewoon weer gewoon mogen doen dadelijk. Ja. Nou, Ineke, ik ga je dan hartelijk bedanken voor je tijd. Ik wens je heel veel succes met Scala Theater en INI natuurlijk. En je komt een keer kijken, neem ik aan. Ik kom een keer kijken, dat beloof ik je. En blijf vooral gezond. Zeker, jij ook.